Scafocefalie klassiek. De pijlnaad loopt bovenop de schedel en verbindt de voorste met de achterste fontanel. Als deze naad te vroeg verbeent, dan groeit de schedel niet goed meer in de breedte. Als compensatie gaat de schedel dan ook nog eens extra groeien in de lengte. Het gevolg is niet alleen een lange, maar met name ook te smalle schedel. Waarin de hersenen het risico lopen te weinig ruimte te hebben voor hun verdere ontwikkeling. Bij kinderen die ouder zijn dan een half jaar, wordt de operatie bewust uitgesteld tot de leeftijd van ongeveer 9 maanden. Bij de operatie wordt een litteken gemaakt dat bovenlangs van oor tot oor loopt. Op die manier kan de chirurg bij de schedel komen. Als eerste wordt het de te vroeg gesloten pijlnaad losgemaakt en verwijderd zodat de rem op de schedelgroei wordt weggenomen. Daarna worden ook de platte botten aan de zijkant van de schedel losgemaakt. Om de platte botten boller te kunnen maken, worden er eerst een aantal wichtjes uit de bovenranden gehaald. Ook wordt de bolling van het voorhoofd gecorrigeerd, die is ontstaan door de extra voor-achterwaartse groei. Door de onderrand van het voorhoofd weg te halen, valt het voorhoofd weer netjes in lijn met de rest van het aangezicht. Om de schedel breder te maken, moeten de platte zijkanten een bolle vorm krijgen. Dat gebeurt door de punten naar elkaar toe te bewegen en ze vast te zetten met oplosbare hechtingen. Hiermee krijgt de schedel uiteindelijk de vorm zoals die eigenlijk had moeten zijn op deze leeftijd. Als laatste wordt de huid dichtgemaakt met oplosbare hechtingen, waarna de operatie klaar is. De nieuwe schedelvorm is meteen te zien. Wel duurt het nog een tijdje voordat de hersenen de ruimte boven in de nieuwe schedel opvullen en het schedeldak helemaal uitbolt. De nieuwe fontanellen groeien in de loop van het eerste jaar na de operatie vanzelf langzaam weer dicht.